Scooby komt uit Spanje. Ja, die had nogal een leven achter de rug. Net best. Hij is 12 jaar had er aan de kettinglijn onder een hoes. En toen werd er dumpt bij een asiel. Dat toen had ze hem eerst naar een cel gebracht. En dat betekent dat er binnen 12 weken deer moest. En er is een organisatie van Frally en die redden dat soort hondjes. Dus die had op Facebook gezet waar wil dat hondje hebben. En toen had ik zei van nou, ik wil hem wel hebben. Wat zit er? Wat zit er? Een moeske? Nee, geen moeske. Ze zijn dus vanuit Spanje zijn ze van hij mij dus net los. En ja, ik had er een hekel aan. Ik vind een hond maar los. En net in de mannentempo wat roenkaaierie. Dat toen ben ik begonnen, maar naks om 4 roeren. Had ik hem loslaten. En toen merk ik al gauw dat als ik hem fluiten of roep, dan kwam er. Nou, daar ben ik heel blij mee. En toen had ik het letter bezocht. Van nou, een keer hem zongen oeren en een keer Younes. En dan kwam een oren hondje in. En ik hier dan verwachten dat hij of bieten zou of blaffen. Nou ja, het is een soort corgi, dus die blaffen net. Maar hij piept ik net. En hij is heel sociaal. Hij bleelt kwispelen als er een oren hondje in komt. Hij snuffelt even en dan gaat er weer voort. Scooby. Kom. Scooby. Wat is dit voor een bijzonder hondje? Ja. Nou, dat is een heel apart hondje. Ik heb meer is, ja, ik heb 24 jaar had ik in gevangeniswezen werkt. Mij ja, hele gestoorde mensen en mij verslaafde mensen. Ik kon met moeilijke mensen omgaan. En ik met moeilijke hondjes wel. Maar hij is nog nooit moeilijk geweest. Hij sliep bij mij op het voortnijn, dat wilde er beslist. En hij was jankter. En dat had ik dien. En maar als betiet, dan springt er mijn vrouw poten op mijn borst. En dan zei hij, nou baas, het is nou tijd, we gaan wat zien. Kom, Scooby. Kom. Scooby, kom hier. Kan ik helpen? Ja. Dit is natuurlijk net de bedoeling. Ja, nou die stukje. Kun je die verder naar mij met Ja. 3 centimeter. Ga die gaan, Scooby. Ja, wat je. Kom maar. Nou, ik is gewoon omlopen. Kom maar, hij. Oh, de dikke. Hij sprong er, ik zei in. Ja, hij denkt dat het echt paard is. Ja. Dat het gas is. Dat was volgens mij de eerste keer in je leven dat ze zwommen moesten.